De projecten die door de regering in Ikeri zijn geïnitieerd voor de verdere ontwikkeling van het westelijk gelegen district vorderen gestaag. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 30 juni een werkbezoek afgelegd aan het district. De elektrificatie van Gibelstraat, waarvoor het startsein op 25 april 2021 is gegeven, verloopt vlot. Er zijn ongeveer 130 huishoudens aangesloten op het elektriciteitsnet, terwijl ook de straatverlichting een feit is. Voor wat betreft het westelijk gedeelte van Ikeri is de hoogspanning ook afgerond. Een Frans-Guyanese delegatie onder leiding van de burgemeester van Cayenne, Sandra Trochimara, heeft in verband met de herdenking van Kitikoti deelgenomen aan het seminar Versterken Lokaal Bestuur. Directeur Elisabeth Bradley van het directoraat Internationale Samenwerking zegt dat er tijdens het seminar van gedachten is gewisseld over de decentralisatie van beide landen. Het is volgens de regeringsfunctionaris cruciaal om deze momenten van interactie te hebben. Wij kunnen veel van elkaar leren, aldus directeur Bradley afgelopen vrijdag.